Goedemiddag. Het is goed om het publiek in zo grote getale te zien bij deze verdediging. Vanmiddag probeert, hè, zoals dat heet, Bram Oosterbroek zijn dissertatie te verdedigen. De titel van de dissertatie is Assessing the Health Benefits and Burdens of Urban Green Space, a Spatial Modeling Approach. Promotor is professor Martens en professor De Kraker. Co-promotor is dr. Huinen. Hij zit aan de andere kant van het podium. Ik zou nog graag de gelegenheid aan de kandidaten willen geven om in de komende 15 minuten de dissertatie toe te lichten. Even een microfoon testen. Nou, die doet het perfect. Geachte prorector, dank u wel voor deze inleiding. Heel fijn om jullie allemaal te zien in het publiek. Familie, vrienden, collega's. Inderdaad zal ik een samenvatting geven het komende kwartier van mijn proefschrift. En dat is inderdaad getiteld in het Nederlands Beoordelen van de gezondheidsbaten en lasten van stadsgroen, een ruimtelijk model. End of slideshow. Hoe ik dat heb gedaan, dat beoordelen van die baten en lasten van stadsgroen, dat is in een zogenaamd geo-informatiemodel. Dat hebben we EcoMatch genoemd. Een van mijn promotoren kwam met deze prachtige naam, omdat het eigenlijk het groen van de stad matcht met de gezondheidsbehoeften van de bewoners van de stad. Nou, wat voor baten heb ik dan gemodelleerd? Dat zijn deze groene baten. Je ziet eigenlijk dat ik daar steeds het woord verlagen gebruik bij die baten, omdat het een bepaalde ziektelast verlaagt. Dus bijvoorbeeld verlagen van luchtvervuiling bijvoorbeeld. Ik heb ook lasten gemodelleerd. Ook omdat het natuurlijk vaak een vraag is die gesteld wordt van ja, als je groen plant, heeft dat niet ook lasten voor de bewoners? Je ziet dat ik daar vaak het woord verhogen gebruik, omdat dat natuurlijk de ziektelast verhoogt. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de luchtvervuiling bijvoorbeeld. Nou, omdat het vandaag maar een kwartiertje is dat ik kan praten hierover, heb ik het over verlagen van de hittestress en het verhogen van de ervaren onveiligheid als baat respectievelijk last, waar ik op ga inzoomen eigenlijk. Hoe is dat nou gekoppeld, hè, zo'n baat als hittestress? Nou, dat wil ik even laten zien. Dus hoe is dat gekoppeld met zowel de ruimtelijke inrichting enerzijds en met gezondheidseffecten anderzijds? Dan bedoel ik in dit geval een baat als verkoeling van groen uiteraard. Nou, links zien jullie een typische plek die versteend is. Het is een plek in Maastricht trouwens. En wat groen nou op zo'n plek kan doen qua baat is bijvoorbeeld schaduw verschaffen. Maar groen kan ook een last zijn in de zin van het verhogen van de hittestress. Nou, voor veel mensen zal dat nieuw zijn. Hoe zit dat nou in elkaar? Groen kan ook de wind blokkeren. En hoe minder wind je ervaart, hoe hoger natuurlijk de ervaren gevoelstemperatuur en dus ja, hittestress. Ander voorbeeld is dat last, die last van ervaren onveiligheid. Groen kan dat ook beïnvloeden. Een typische plek is de plek die jullie links zien op de slide. Dat is een plek die wat meer afgelegen is bijvoorbeeld. Al door die afgelegenheid kan een plek onveilig ervaren worden. Maar groen kan ook daar een negatief effect hebben. Namelijk het blokkeren van zicht of licht. Nou, de volgende slide is er een waarbij ik vooral de model uitleg, dus de modelstructuur. De eerste stap is het creëren van invoerkaarten. Er zijn een aantal invoerkaarten die eigenlijk voor Nederland in heel hoge ruimtelijke resolutie al beschikbaar zijn. Dus die kaarten hoeft het model van mij niet meer te maken. Maar er zijn ook type objecten in de stad die het model moest maken omdat die niet bestonden. Zoals bijvoorbeeld stadsgroenobjecten. En bijvoorbeeld auto's, want die hebben dus ook invloed op de gezondheid. Dat is de eerste component eigenlijk van mijn model. De tweede component, dat zal dus herkenbaar voorkomen bij jullie, dat zijn die gezondheidseffecten. Mochten jullie trouwens later het woord gezondheidsdeterminant horen, dat is het woord dat ik gebruik om te praten met de commissieleden. Omdat het een betere academische term daarvoor is. Maar gezondheidseffecten zal ik gebruiken voor dit praatje. Ten slotte maakt het model twee verschillende typen uitvoer of twee verschillende soorten modelresultaten. Dat zijn een hotspot-analyse en een scenario-analyse. En daar kom ik zo nog op terug.
Nou, de hotspot-analyse kom ik eigenlijk direct terug, want ik wilde jullie eerst al even een doorkijkje geven van wat komt er nou uiteindelijk uit dat model? Anders dan moeten jullie daar misschien wat te lang op wachten. Dit is het resultaat van zo'n hotspot-analyse. Je ziet een groot stuk Maastricht en je ziet een aantal gekleurde plekken. En die gekleurde plekken, dat zijn plekken waar de hoogste waarden van een bepaald gezondheidseffect voorkomen. In dit geval de 10% hoogste waarde. Nou heb ik nog een extra slag daaroverheen gemaakt, namelijk die plekken waar twee verschillende gezondheidseffecten, die gezondheidseffecten zijn trouwens altijd in negatieve zin, twee verschillende negatieve gezondheidseffecten op dezelfde plek voorkomen. Dus dat noem ik dan een multi-hotspot kaart. In grafiekjes kan een gebruiker van het model ook zien wat de bijdrage van groen is aan die negatieve gezondheidshotspots. Is dat positief of negatief? Denk maar aan die hittestress en die ervaren onveiligheid bijvoorbeeld. Nou gaan we diep, dus helemaal aan het begin van het modelverhaal. Wat voor data wordt er eigenlijk gebruikt? Ik zal het woord straat en straatsegment redelijk vaak gebruiken, want zo begint het model. Op heel hoge resolutie, heel gedetailleerd. De afgelopen grofweg 10 jaar zijn vliegtuigen over Nederland gevlogen en die hebben niet alleen hele hoge resolutie luchtfoto's verzameld, maar ook hoogtedata. Waardoor voor elke bijna halve meter of kleiner bekend is wat de hoogte is van een plek. Nou, het model van mij dat gebruikt die twee verschillende databronnen om objecten te identificeren die groen zijn. Vervolgens wordt er nog een hoogteclassificatie gedaan, zodat uiteindelijk het gemaaid gras onderscheiden kan worden van kruiden, struiken en hagen en bomen. En dat is soms natuurlijk relevant, want een boom kan andere gezondheidseffecten hebben dan een struik. Nou, ik wil dat ook even op de kaart laten zien. Dus wederom dat groen, maar dan wil ik naar die straatsegmenten toe, omdat dat echt de kern is van de berekeningen. Die gebeuren dus echt per straatsegment, een stuk of 4000 in Maastricht. Hier bent u, is uiteraard waar u nu bent, dus dat is de locatie van de aula. En daaromheen zien jullie nog een aantal andere plekken die jullie bekend zullen voorkomen, ook als u uit Utrecht of Amsterdam komt vandaag. Nou, hier ziet nog een keer het gemaaide gras, in het geel de kruiden, in het bruin de struiken en de bomen. Dit is een interessante toevoeging, kant en klaar, door de gemeentes aangeleverd. Een gedetailleerde overzicht van de voetgangersplekken, waar dus de voetgangers van de stad blootgesteld zijn aan die verschillende soorten groen. Nou, ik ga inzoomen op een van die straatsegmenten, die zien jullie een beetje midden onderaan. Hè. Dit is een plek met een hoge hittestresswaarde, maar veel reductie door het groen op die plek. Het is een stukje park. Waarom ik deze plek wil laten zien, en zometeen ook een andere plek betreffende ervaren veiligheid, is omdat beide plekken zijn typisch voorbeelden van plekken in Maastricht die op veel verschillende plekken voorkomen. Dat zijn er zo een stuk of 1000 in Maastricht van die 4000. Ruimtelijke factoren die een rol spelen bij de beïnvloeding van hittestress op zo'n plek, dat zijn type ondergrond en warmteopslag. En uiteindelijk zal onder andere dat leiden door een gevoelstemperatuur van 38 graden, moet ik wel bijzeggen, tijdens een hete dag, tijdens een hittegolf. Groen speelt daar een rol, schaduw, verkoeling. Het model modelleert dus ook echt fysiek, visueel bedoel ik, modelleert het die schaduwen. Om te kijken wat is de blootstelling aan voetgangers over dat voetpad. En dan gaat er 4 graden af. Let wel, het was 42 graden, nu is het 38 graden. Een andere plek, linksonder, is ook zo'n plek die veel voorkomt qua ruimtelijke samenstelling. Maar dan over ervaren onveiligheid een heel hoge waarde heeft. Dus mensen voelen zich daar erg onveilig. De score is dan ook 0,9 ongeveer, als je het bekijkt op een schaal van 0 tot 1. Nou, hoe komt het model nou aan zo'n score? Dit is, jullie zien dat het donker wordt, dat heb ik even gedaan om de avondsituatie te simuleren, waarin mensen zich natuurlijk veel vaker onveilig kunnen voelen op straat. Dat komt door de verborgen plekken, afstand tot veilige plekken en een aantal andere ruimtelijke factoren die score zo hoog maken, oftewel zo ongunstig qua gezondheid, bijvoorbeeld stress. Wat jullie hier zien, ik hoop dat jullie het een beetje zien, is de lantaarnpalen die aan en uit gaan. Dat is ook iets wat het model voor de hele stad aan en uit kan zetten. Op die manier kan dus beoordeeld worden, plekken zijn misschien wel donker, maar toch licht bij de lantaarnpaal. Hier zien jullie weer de bomen.
En die score die neemt verrassend weinig toe. Oftewel, de onveiligheid neemt verrassend weinig toe door dat extra effect van groen. Hoe komt dat nou? Omdat die bomen een hoge boomkroon hebben bijvoorbeeld. Dus mensen kunnen er gewoon onderdoor kijken. En met de hoogtedata weet dat model dat ook. Nou, ondanks dat het model dat allemaal kan weten met die enorme datarijke steden in Nederland, wilde ik natuurlijk toch even testen of het allemaal klopt. En daarom heb ik een modelvalidatie gedaan voor een aantal plekken. Betreffende de hittestress heb ik dat met een meetfiets gedaan. En betreffende de ervaren veiligheid heb ik dat gedaan door mensen op straat te bevragen, vooral 's avonds. En daar kwam ook meestal wel uit dat mensen... Sorry, ja, nu ben ik benieuwd waarom jullie lachen, maar dat hoor ik tijdens de receptie wel. Oh, 's avonds bevragen, ja. Nou, tot slot een andere modeltoepassing, namelijk een scenarioanalyse. Dus dat is dan een andere output of functie van het model naast die hotspot-analyse die ik aan het begin liet zien. Nou, waarom laat ik die jullie zien? Omdat dat natuurlijk vaak gevraagd wordt. Niet wat zijn de meest ongezonde plekken in de stad, maar als we de ruimtelijke inrichting aanpassen, kunnen we dan de stad wel gezonder maken? Met groen bijvoorbeeld. Ik wil twee scenario's vergelijken met jullie. Eén is het huidige stadsgroen. Dit is daar een representatieve plek van. Statussingle om precies te zijn. Die wil ik vergelijken met een scenario waarin het model zelf het groen op die plek zet waar het de hoogste baten levert en het minste lasten. Hoe ziet dat er dan uit? Dan kan het groen op deze manier veranderen. Dus als ik nog even terug ga, dan zien jullie dat linksbomen verdwijnen. Hier zijn ze niet, of hier zijn ze wel en hier niet. En rechts bomen erbij komen. Dus hier zien jullie dat geoptimaliseerde stadsgroen. Nou, kort gezegd komt dat door die verschillende factoren, zoals dat links bomen vooral de windsnelheid zouden reduceren, hogere hittestress bijvoorbeeld, en rechts de bomen juist meer schaduw geven waar de voetpaden zijn, meer schaduw. Ook bijvoorbeeld de voorbeeldlast van ervaren veiligheid wordt bijvoorbeeld meegenomen in deze analyse. Dus er komen ook kruiden bij en bloemen. Maar die zijn zo laag dat dat niet gaat beïnvloeden in hoeverre een voetganger zich 's avonds onveilig voelt. Want wederom, daar kan die voetganger gewoon overheen kijken. Zo komt dat model uiteindelijk voor de hele stad. Voor elk straatsegment doet het model deze analyse. En dan komt het model voor de hele stad tot een overzicht van hoeveel veiliger, et cetera, hoeveel minder hittestress levert zo'n scenario met geoptimaliseerd stadsgroen op ten opzichte van de huidige samenstelling van het groen. Tot slot, een speciale, specifieke modeltoepassing. Nog steeds een scenarioanalyse, maar daarbij laten we de scenario's door bewoners ontworpen worden. En die voeren we dan in de scenarioanalyse module van het model. Dat is wel interessant, omdat dit natuurlijk ook bewoners kan engageren om meer bijvoorbeeld met een gemeente samen te werken op het gebied van ruimtelijke herinrichting. We hebben de bewoners gevraagd om hun buurt her te inrichten. En die ontwerpen hebben we dus gedigitaliseerd in het model. Wat eruit kwam, ik moet nog één ding toevoegen. Het mooie van bewoners toevoegen is dat zij bewoners mee laten doen in zo'n modelmethode, is dat zij meer weten van ontspannen, bewegen, ontmoeten. Wat doet het groen daarvoor? Of welke plek vind ik daarvoor geschikt? Wat kwam er dan inderdaad uiteindelijk ook uit die analyse? Dat die baten allemaal toenamen, ontspannen, ontmoeten, bewegen, die namen toe na het herontwerp van die bewoners van het groen. En het model voegde eraan toe, de baten van die gemodelleerd zijn, zoals hitte, stress, luchtkwaliteit, et cetera, nemen ook toe. Terwijl de lasten, zoals ervaren sociale onveiligheid, niet toenamen. Dus op die manier kan het model ook gebruikt worden in een context met bewoners. Dan ga ik naar mijn conclusies. Twee grote conclusies heb ik. Eén gaat over de methode van het modelleren. Dat is een geschikte methode, vind ik, om kennis over een gezonde leefomgeving te bundelen. Zowel die ruimtelijke inrichting als die gezondheidseffecten samen bundelen. Voor een geïntegreerde beoordeling van die gezondheidseffecten. En betreffende meer de output van het model, concludeer ik dat het mogelijk is om de baten van stadsgroen voor de gezondheid te vergroten. Wederom bij een ruimtelijke herinrichting van een stuk stad. En tegelijkertijd de lasten te verkleinen door rekening te houden met het soort, de locatie en de ruimtelijke samenstelling van dat stadsgroen. Dan wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht.
En het woord teruggeven aan de prorector. Dank u wel. Er zijn nog 45 minuten te gaan. Ja. Ik was vergeten mezelf te introduceren. Jos Lemmink, en ben de decaan van School of Business and Economics. En ik zal deze sessie voorzitten. Ik wil graag het woord geven aan de eerste opponent, professor Kremers. Hoogleraar gezondheidsbevordering bij FAML-faculteit aan de UM. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus. Allereerst mijn complimenten voor het werk dat u heeft verricht. En ook over het heldere verhaal dat u zojuist heeft verteld. Volgens mij bent u een goede match met het onderwerp gebleken. U werkt niet alleen in hoge resolutie, hebben we geleerd, maar u schrijft ook in hoge resolutie. Okay. Zeer informatiedicht is uw werk en heel veel details. En sterker nog, ook nog eens daarbovenop, bijna 100 pagina's aan bijlagen. Wat de eerste keer is dat ik dat heb mogen zien. En ik weet dat bovenop alles wat er in die bijlagen zit, nog veel meer informatie op uw bureau of waar dan ook ligt, dat het boekje niet heeft gehaald. Dus mijn complimenten voor de informatierijkheid die u met uw proefschrift heeft geproduceerd. En dan heeft u nog niet eens in uw boekje beschreven welke avonturen u heeft meegemaakt als u in de avond mensen aanspreekt met de vraag of ze het daar veilig vinden. Bij de borrel. Dat is bij de borrel. Dat zullen we dan misschien na deze sessie nog van u horen. Maar ik heb ook vragen meegenomen naast mijn complimenten. En mijn vragen die spitsen zich eigenlijk toe op hoofdstuk 4. Als vehikel, laat ik maar eventjes zeggen, om het thema waar u zojuist mee eindigde, die participatie van burgers, community engagement, in het verrijken van uw modellen. En die vragen die zou je kunnen vatten onder het thema validiteit. Mm-hmm. Zoals u waarschijnlijk weet, is in het kader van validiteit, kunt u spreken van interne validiteit en externe validiteit. De interne validiteit gaat heel erg over de betrouwbaarheid van wat ik nu eigenlijk gemeten heb. En ik heb daar wel wat punten van kritiek. En ik hoor daarop graag uw reactie. Want ik vermoed dat uw methode de interne validiteit niet altijd ten goede komt. Bijvoorbeeld, we zagen net die foto van zo'n groepssessie. En het zou zomaar kunnen zijn dat alles wat u terughoort niet zozeer de mening van de groep is, maar eerder de mening van een persoon die het hardste roept. Wat, zou je kunnen zeggen, wat minder betrouwbaar is. Dan ga ik u nog eventjes een soort schending van externe validatie meegeven, voordat ik u het woord geef om daarop te reflecteren. Externe validiteit gaat over de mate waarin je je onderzoeksbevinding kunt generaliseren. Over een grotere populatie. En ik denk dat u via uw methode toch wel selectiebias hebt geïntroduceerd. Wie doet er nou mee aan zoiets? Zijn misschien toch al mensen die niet gemiddeld zijn, zal ik het zomaar eventjes zeggen. Dus in hoeverre kunt u uw resultaten dan eigenlijk wel generaliseren? En zijn uw resultaten extern valide? Dus graag uw reactie op die schendingen, mijns inziens, van de interne en externe validiteit. Ja, hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw complimenten en voor uw vragen. Ik zal ze eventjes in die volgorde proberen af te gaan. Dus zowel de interne validiteit en de externe validiteit. Betreffende interne validiteit kan ik u eigenlijk alleen maar vooral gelijk geven. U moet de toepassing van het model binnen de participatieve context, die moet u zien als een experiment om te kijken of het model, dat inderdaad technisch gezien wel gevalideerd is qua uitvoer, of dat ook toe te passen is in een sociale context met stakeholders of andere groepen mensen. En dat deel, dat hebben we eigenlijk niet verder gevalideerd, waardoor er inderdaad bijvoorbeeld de persoon die het hardst roept de meeste invloed kan hebben gehad op de kaart. Wat we wel hebben gedaan bijvoorbeeld, is zowel kinderen als ouders laten vragen om de buurt te herontwerpen. Maar dat neemt inderdaad niet weg dat daar nog een hoop te verbeteren is. Betreffende die externe validiteit,
ging het ons meer om het, de vraag of dit een succesvolle methode was, die bewoners betrekken bij het ontwerpen van groen, om te kijken of die succesvol was in de zin van blijven bewoners betrokken, komen er verschillende baten uit die ten dienste staan aan de baten die beter te modelleren zijn. Dus er zijn baten zoals ontspannen, ontmoeten, bewegen, die bevorderd kunnen worden door groen, die lastig zijn te modelleren. En omgekeerd zijn er baten zoals luchtkwaliteit, die lastig door bewoners zijn te in te schatten. Ik ga eventjes onderbreken. En dat is misschien ook een soort aanwaarschuwing dat anderen dat misschien ook gaan doen. Hè, want we houden graag van dialoog. Dus u zegt eigenlijk, nou, interne validiteit is helemaal waar. Extern zou ook zomaar kunnen dat daar toch wel iets van schending heeft plaatsgevonden. Wat zouden we daar nu aan kunnen doen om dat te veranderen? Ja. Om dat te verbeteren? Ja. Heeft u vast wat over geleerd onderweg? Ja, nou, qua betrekken van bewoners blijft het altijd lastig. En we hebben natuurlijk na 2 jaar corona hebben we ook wel ondervonden dat goed geleerd dat je bewoners vaak gewoon moet benaderen, fysiek. Dus dat is iets wat we er in ieder geval aan zouden doen. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld ook bezig met eigenlijk huis-aan-huis technieken, waarbij we in ieder geval zoveel mogelijk input krijgen van mensen. In plaats van, dus zoveel mogelijk input waar dan ook misschien ideeën voor voor ontwerpen van de stad in staan die helemaal niks met groen of gezondheid te maken hebben, maar wel een veel representatievere input van bijvoorbeeld een buurt. In plaats van natuurlijk het omgekeerde, waarbij je specifiek mensen uitnodigt en een deel van de bewoners komt niet of een deel van de bewoners heeft het hoogste woord. Ja, 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 dat vind ik wel een hele mooie. Misschien nog eventjes een allerlaatste puntje. Want inderdaad, huis aan huis lijkt me inderdaad voor die generaliseerbaarheid een hele goeie. En hoe nu om te gaan met die schreeuwers? Die het hardst roepen. Ja, want dit is natuurlijk iets waar veel onderzoekers inderdaad mee worstelen. Dat is echt bijna een didactische begeleidersvaardigheid, zou ik zeggen. Bij ons was het niet nodig. Dus ik blijf even bij de praktijk van het onderzoek. Dus we zijn naar basisscholen gegaan en we zijn naar de ouderen in het buurthuis gegaan. En daarbij waren toevallig geen mensen die echt het hardste schreeuwen. En wij zorgden er natuurlijk voor dat mensen allemaal het woord kregen. En een methode om dat te doen is dat de mensen die niet direct gaan schrijven, oftewel tekenen op een kaart, dat je die vraagt van wat zou je anders willen zien en dat je voor hen tekent. Dus dat is heel specifiek als je gaat participatief specifiek dingen in kaart gaat brengen. Dan kun je dus voor de bewoners dingen intekenen en vragen, is dit wat je bedoelt? Is dit die extra boom die je bedoelt? Is dit dat gevoel van angst voor tekenbeten dat je bedoelt? En dan teken je het op die manier voor ze in. Oké. Ik ben tevreden met uw antwoord. Dank u wel. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Ja, dan wil ik graag een woord geven aan de volgende opponent. Dat is professor Verburg. Professor Verburg is hoogleraar milieugeografie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank u wel, rector. Geachte promovendus. Ik wil ook mijn complimenten maken voor het vele werk dat u heeft uitgevoerd op een verschrikkelijk belangrijk onderwerp. U heeft gekeken naar met name de gezondheidsbenefits, de ecosysteemdiensten en de, ik weet niet hoe je het vertelt in het Nederlands, disservices van groen. Maar ik denk dat het onderwerp nog wel belangrijker is. Het gaat ook om de verbinding van mensen met natuur. Een andere hele belangrijke, veel lastiger te vangen rol van groen in de stad. Ik heb zeker waardering voor de heel praktische benadering die u heeft gekozen. Een groot probleem in de samenleving is het gat tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. En ja, in discussies wordt wetenschappelijk onderzoek dan ook niet meer dan een mening. En u neemt een stap door juist dat wetenschappelijk werk in operationele methodes in te brengen, waardoor dat gat hopelijk kleiner wordt. Dus ik vind dat heel mooi in uw werk. En mijn vragen zijn dan ook van redelijk praktische aard, van wat de toepassing van uw benadering dan kan zijn. En ik wil eigenlijk, voordat ik u het woord geef, een van uw panelnemers vragen om uw stelling nummer 9 voor te lezen. Ecologen en biologen wenden meer en meer het concept
van ecosystemen aan om het belang van natuurbehoud duidelijk te maken. Bij zowel beleidsmakers als bewoners zal dit belang geloofwaardiger overkomen als ze ook over de mogelijke lasten van ecosystemen geïnformeerd worden. Hartelijk dank. U heeft het hier over dus de lasten van die ecosystemen. En een aantal daarvan, ja, tick bites, dus tekenbeten, allergieën, die zijn te kwantificeren, wetenschappelijk. Maar daarnaast zijn er ook een hele hoop dingen als veiligheid, maar ook zelfs verkeersongelukken. En ik kan nog een hele lijst dingen zeggen waar mensen zich heel veel stress van kunnen krijgen. Pluisjes, plakkerige auto's, blaadjes in de tuin. Ik heb met al mijn buren ruzie over dat soort dingen gehad. We hebben een boom in de tuin en dat is niet altijd gewaardeerd. Maar dat heeft ook gezondheidseffecten. Maar die dingen zijn best wel lastig te kwantificeren. En dat zijn percepties. En mijn vraag aan u is, hoe gaat u daarmee om in uw modellen? Is dat één waarde, één perceptie die een vastgegeven is? Ik zie grote verschillen tussen plaatsen. Ik denk dat in bepaalde straten waar een ander soort mensen woont, de perceptie heel anders kan zijn dan een andere straat. Dat het ook elkaar opstoken kan zijn. Als één persoon last heeft van pluisjes, opeens is het een probleem, terwijl niemand er misschien aan heeft gedacht. En met een biertje wordt opeens, kan iets een probleem worden of iets heel moois. Hoe gaat u daarmee om in uw, met die de zachte waarden eigenlijk en percepties, hoe gaat u daarmee om in uw modellen? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw complimenten en uw vraag. Ik vind het een van de meer interessante vragen. Het zit ook een beetje in de hoek van participatie waarin ik het antwoord ga geven. Er zijn bepaalde lasten, zoals die verkeersonveiligheid die je noemt, en bijvoorbeeld verhoging van allergie-effecten door groen, die wel te modelleren zijn. Maar er zijn heel veel, en daar ben ik het absoluut met u mee eens, er zijn heel veel van die lasten die heel lastig te modelleren zijn en daarnaast ook nog subjectief. Hoe wil ik daar nou mee omgaan? Eigenlijk op dezelfde manier als met die effecten zoals ontspannen, ontmoeten en bewegen, die in grote mate, dat zijn in dat geval baten van groen vaak, meegenomen kunnen worden door een participatieve aanpak naast de ruimtelijke computermodelleer aanpak. Waarbij je dus het modelleren van een last als bijvoorbeeld pluisjes of plakkerige dingen die van bomen vallen. Of een last zoals struiken die zo slecht gesnoeid zijn dat mensen daar een onveiligheidsgevoel bij krijgen, toch mee kan nemen. Dan heb ik het wel, net als in het antwoord op Stef Kremers, heb ik het wel over buurtspecifiek. Oftewel, je moet bewoners bevragen voor een stuk publiek groen of een stuk publieke ruimte die ook in die buurt wonen waar ze over mogen oordelen. Op die manier is de methode niet te generaliseren qua uitvoer of minder, maar heb je wel bewerkstellig dat je specifiek voor die buurt ook die lasten mee kan nemen en dat de bewoners van de modeluitvoer kunnen leren en de onderzoekers ook van de bewonersperspectief. Ja, dank u voor het antwoord. Op dit moment, ik ga er iets op verder. Op dit moment wordt er in Bonn de plenaire sessie van de Intergovernmental Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten, IPES. En daar wordt een rapport beoordeeld dat gaat over waarden die mensen aan natuur geven. En een belangrijke conclusie is dat we rekening mee moeten houden met de pluraliteit, de verschillen in waarden die gegeven worden door verschillende mensen. En dat is, zelfs in een individuele straat, kunnen er mensen zijn die de boom fantastisch vinden en er zijn mensen die de boom verschrikkelijk vinden. Ga je in zo'n geval altijd voor de meerderheid? Ga je voor het compromis? Dan haal de helft van de bomen weg. Of hoe ga je ermee om? Hoe geef je ruimte in zo'n benadering? Wordt het niet een gevecht? Hè? Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb ooit gevochten voor bomen in mijn straat en verloren. Want de meerderheid van de straat wilde de bomen weg en die waren vies. En de andere helft wilde ze laten staan. De gemeente heeft uiteindelijk een stemming uitgevoerd en ze moesten weg. Ja. Is dat de juiste benadering om daarmee om te gaan? Ja, hierbij, geachte opponent, moet ik wel even de kanttekening maken dat ik in mijn promotietijd vooral een computermodel heb ontwikkeld. En specifiek een computermodel dat die baten en lasten kwantificeert die wat directer te koppelen zijn aan gezondheidseffecten.
Dus bij natuurlijk de discussie of buurman 1 vindt dat de boom moet blijven staan vanwege de biodiversiteit en buurman 2 de boom weg moet omdat hij meer zon in zijn tuin wil bijvoorbeeld, gaat dat vaak ook wel over niet gezondheidsgerelateerde effecten. En die vallen echt wel buiten de scope van mijn onderzoek. Ik kan er natuurlijk wel iets over zeggen en dat is dat het eigenlijk in samenwerking moet ook met bijvoorbeeld een gemeente, een provincie, en dat je dus die drie eenheid pakt. De onderzoekers samen met de gemeente en de bewoners, en dat je er in dialoog uit gaat komen wat er met zo'n woon moet gebeuren. Prima, hartelijk dank daarvoor. Dan ga ik ook, nee, u zegt van inderdaad, mijn onderzoek was nog niet helemaal op die participatie gericht, allerlei andere dingen, het computermodel, dus laten we daar even naar kijken. Computermodel, nou, optimaliseert zaken en ook in de plaatjes die u net liet zien, zag ik inderdaad, nou ja, we gaan wat bomen weg en er komen op andere plek bomen terug. Nou ja, dat is optimaliseren. Hè. Steden zijn, 50 jaar geleden zijn die bomen geplant met een ander idee en dat was niet optimaal en dat kan je optimaal maken. Maar, dat herkennen we allemaal in steden, de bomen aan de linkerkant zijn oude bomen, die staan er al 30 jaar. Wat nu teruggeplant zijn kleine staakjes die over 50 jaar misschien dat wat gaan opleveren. Van, is het legitiem of kunt u in een model iets doen aan dat effect van dat we niet, ja, alles gaan herontwerpen en uiteindelijk dan heel lang moeten wachten voordat we die baten echt gaan ontvangen? Ja, dat is een heel legitieme vraag natuurlijk. Die zit niet in het model, oftewel de volume van bomen zit in het model. Maar niet het feit dat bijvoorbeeld oudere bomen meer baten opleveren per kubieke meter boomkroon bijvoorbeeld, dan jonge bomen. En ook niet het feit dat bomen een tijd nodig hebben om te groeien. Dus een aantal zaken zijn niet in het model opgenomen, zoals bijvoorbeeld hoeveel onderhoud is er nodig, wat zijn de aanplantkosten, en bijvoorbeeld wat is de veel grotere biodiversiteitswaarde van een oude boom ten opzichte van een jonge boom. Die zitten niet in het model. Daarbij wil ik wel toevoegen. Als je dus in dialoog gaat met bijvoorbeeld enerzijds een woningcorporatie en een gemeente, anderzijds de onderzoekers en als derde de bewoners, dan heb je met dit model, met de uitvoer van het model en die groenontwerpen, heb je in ieder geval een groot deel van de gezondheidseffecten afgedekt. Waarbij je vervolgens dit soort kaarten en visualisaties als tool kunt gebruiken om na te gaan denken van, oké, vanuit gezondheidsoogpunt is dit misschien wel optimaal, maar misschien pas over 20 jaar. Of misschien moeten we ook nadenken over biodiversiteit. Dus idealiter gezien pak je er andere tools of andere experts bij die bijvoorbeeld over biodiversiteit meer weten of over onderhoud van het groen. Dan ga je ook met hun in dialoog. Ja, heel kort daarover. Zou het niet zijn dat uw modeluitkomsten eigenlijk op twee tijdschalen zou moeten doen? De korte termijn gezondheidseffecten en de lange termijn, zodat mensen die keuze goed kunnen afwegen? Of is dat te veel gevraagd van een model? Ik ben heel blij dat u die vraag stelt. Ik hield mezelf even in om daar ook al over te hebben. Dat was precies wat ik wilde adresseren. Dat is nou typisch iets wat je met geoinformatiemodellen wel kan doen. En dat hoef ik u natuurlijk niet uit te leggen. Omdat er zoveel hoge resolutie luchtfoto's gemaakt worden, elk jaar voor elke stad in Nederland, is er eenvoudig een bomengroeimodel toe te voegen als module aan dit model, waarbij je inderdaad ook bazaal effecten op langere termijn kan inschatten. Maar dat is niet, zit op dit moment niet in het model. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Storevogel, hoogleraar Integrated Environmental Modeling aan de Open Universiteit. Dank u wel, meneer de rector. Geachte kandidaat. Ten eerste wil ik u feliciteren met het proefschrift, wat hier het afronden van het proefschrift. Ik heb met veel plezier gelezen. Een mooi werk, wat al eerder is aangehaald. En met name ook omdat het keurig beschrijft het hele traject van ten eerste de literatuur waar u doorheen bent gegaan, wat voor tools er zijn, het opzetten van het model, maar ook daarnaast de toepassing en eigenlijk de twee toepassingen waar u het al eerder over heeft gehad. Het tweede hoofdstuk, en dat met name gaat over de review en kijken wat er allemaal aan tools al ligt, dat beëindigt u met een opmerking, en ik zal het even niet vertalen, maar we recommend a focus on development of tool components able to calculate the effect of socio-economic factors. En dat is een van de laatste paragrafen van het tweede hoofdstuk.
En dan verbaast het mij enigszins dat uiteindelijk als ik dan naar het model ga kijken, alhoewel natuurlijk heel veel sociale elementen uiteindelijk in de opzet heeft meegenomen, maar in het model zelf zitten die sociaal-economische factoren juist niet opgenomen. Kunt u me die discrepantie even uitleggen hoe dat zit? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw complimenten en uw vraag. Dat is een terechte vraag. Het korte antwoord zou zijn dat er met het kwantificeren, het inschatten van zowel de lasten naast de baten al zoveel te winnen was in de wereld van modellen op het gebied van gezondheidseffecten van groen, dat ik me daar vooral op gefocust heb. Dus het kwantificeren van zowel de baten als lasten van bijvoorbeeld stadsgroen op luchtvervuiling. Ik heb natuurlijk ook nagedacht over toch proberen die sociaal en economische factoren toe te voegen. Een van de manieren is dus door die verkenning te doen betreffende het includeren van de modelmethode in een participatieve context, waardoor in ieder geval een aantal sociale factoren van buurtbewoners meegenomen kunnen worden. Maar dat is dus experimenteel geweest. Daarnaast is dit iets wat natuurlijk meerdere facetten heeft. Het economische zal ik even buiten beschouwing laten, want er is natuurlijk weer van alles over te zeggen naast het sociale. Betreffend het sociale kan ik misschien ook verduidelijking vragen wat u precies bedoelt. Bedoelt u het opnemen van sociale factoren in het model? Of bedoelt u bijvoorbeeld het gebruik van deze tool om social learning te bevorderen of te bevorderen dat bijvoorbeeld bewoners en gemeenten meer samenwerken op het gebied van een gezonde stad? Nou, ik wil graag die vraag terugspelen, want mijn vraag ging over wat jij zelf geschreven hebt. To calculate the effect of socio-economic factors. Ja. Dat bedoel ik. Oké, dat lijkt me zoals duidelijk. Zoals je dat zelf interpreteert. Dat lijkt me duidelijk, ja. U had al twee collega's die graag over het participatieve praten vandaag. Ja. Ja. Die sociale factoren, dat zijn heel prettige factoren om mee te nemen in een aantal baten en lasten. Bijvoorbeeld, om een heel specifieke te pakken, zien we dat de rode last van ervaren onveiligheid op de slide. Daarbij speelt natuurlijk niet alleen de ruimtelijke inrichting voor mensen een rol, voor bewoners. Het is natuurlijk de afwezigheid van straatlantaarns. En natuurlijk is het hoe ver weg is een straat of een huizenzone met veel toezicht. Maar even belangrijk is eigenlijk de interne factoren eigenlijk. Hè? Dus wat voor type bewoner woont er op zo'n plek en wat is zijn perceptie van onveiligheid puur subjectief gezien? Dat zijn die factoren die ik daarmee bedoelde en die zitten niet in het model. Ja, okay. Zou het eenvoudig zijn om wat toe te voegen? Hoe zou ik toe willen voegen? Participatief. Participatief, oké. Dus niet echt, ja. Dan misschien even een stapje verder, hè? Want op pagina 59 heeft u een mooi overzicht. U heeft het eerder ook al laten zien over de 9 modules van het model, zoals ze in de studie zijn opgenomen. En een aantal van de, met name als het gaat over de health determinants, hè, of de impacts, of wat als het gaat over bijvoorbeeld temperatuureffect, is een hele mooie. Dan zegt u eigenlijk ook in de uitleg van het model van dat hebben we gebruikt vanuit de literatuur. Hè, dat is al een keer bestudeerd. En dat hebben we overgenomen. Dan misschien toch even bij u de vraag neerleggen. Wat ziet u nu als de meest innovatieve deel van de modelaanpak? Is het? En met name dan ook misschien wel gericht op wat u in hoofdstuk 2 in de literatuurstudie heeft aangegeven. Is het met name het combineren van al die factoren? Of waar ziet u nu het meest innovatieve deel? De belangrijkste twee innovatieve delen zijn enerzijds het bij elkaar brengen van die baten en lasten, omdat er een groep modelontwikkelaars is die zich alleen maar focust op de baten en dat al een tijd lang gedaan heeft en dat heden te dagen nog steeds doet. Daar was dus wat aan toe te voegen. Kunt u nog even uw vraag herhalen? Nou, het gaat mij met name om wat het meest innovatieve, wat u met name beschouwt als het meest innovatieve deel van het model. Het andere innovatieve zit hem, dank u wel voor het herhalen, het andere innovatieve zit hem meer in de output van het model, namelijk die eerste functie die ik zojuist omschreef, namelijk die hotspot-analyse. Ja, okay. En dat is ook iets wat typisch niet in modellen zit, terwijl natuurlijk bijvoorbeeld veel gemeenten wel geïnteresseerd zouden willen zijn, waar komen verschillende gezondheidseffecten in negatieve zin samen en wat is er aan te doen met groen? Ja.
Nou, misschien daarop voortbouwen, als we gaan kijken verder, hè, bij de analyses. Definieert u een aantal threshold values, hè, kritische waarden eigenlijk, voor de verschillende factoren? En ik vraag me toch nog een beetje af, als ik het lees en uw beschrijving lees, hoe u bent gekomen tot het echt definiëren van die kritische waarden en die grenswaarden. En misschien met name, ik heb een beetje het gevoel als u eigenlijk wil zeggen van nou, het mag niet allemaal goed of niet allemaal slecht zijn. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat over de temperatuur, zegt u eigenlijk van ja, ik had een grenswaarde, maar dat was eigenlijk de hele stad was erboven. Dus dat, ik heb hem maar even wat omhoog getrokken, ik heb een nog kritischere waarde genomen. Dus aan de ene zijde wou u wat variatie hebben. Aan de andere kant mocht het niet het hele gebied dekken. Dus het lijkt er een beetje op als dat een beetje toch een behoorlijk subjectieve keuze is. En hoe kijkt u er zelf tegenaan als u nu terugkijkt? Ik kijk daar helder tegenaan. Dat is heel mooi. Namelijk dat in het model is, zoals veel van deze eigenlijk factoren van het model, is dit ook een door de modelgebruiker in te stellen waarde. Waarbij ik inderdaad gekozen heb voor waarden die niet alleen intuïtief zijn, die grenswaarden, zover mogelijk als mogelijk. Maar die ook praktisch zijn om een kaart te laten zien in mijn proefschrift, die de verschillende soorten uitvoer van het model goed weergeven. Ja. Dus die grenswaarden, ik zou zeker als een professional met het model als gebruiker aan de slag gaat, zou ik zeker aanraden om die grenswaarden aan te passen op zijn of haar niveau. Dat geldt voor betreffend het huidige beleid of waar de bewoners van vinden dat die grenswaarden moeten staan. Ja. Het is dus een variabele in het model. Ja, ja. Ja, en je zou dus ook kunnen zeggen, zoals u al in de presentatie hebt aangegeven, wij pakken bijvoorbeeld de 10% hoogste waardes. Hè, dat zou natuurlijk het alternatief kunnen zijn. Dat klopt. Ja. En als u nu heeft u die grenswaarden gedefinieerd en nu heeft u factoren gedefinieerd. En dan doet u uw scenarioanalyse en dan komt u met tabel 5.2 aan op pagina 131. En daar ziet u eigenlijk dat overzicht van die vier verschillende scenario's. En dat zijn in mijn ogen best wel extreme scenario's. He, de ene scenario is no green space. En we gaan dan verder naar wat occurrent en dan uiteindelijk het optimized green space. En dan verbaast het mij toch ook een beetje, ook in het kader van de literatuurstudie die u in het begin heeft gedaan, dat een aantal factoren eigenlijk bijna niet beïnvloed worden. Als het bijvoorbeeld gaat om bijvoorbeeld air pollution, dan zie je daar eigenlijk bijna niet terugkomen. Kunt u daar iets meer over zeggen hoe dat dan kan? Ja, absoluut. Laten we het voorbeeld gebruiken van inderdaad die luchtvervuiling. In het optimized green space location scenario, oftewel het geoptimaliseerde groen locatie scenario, heb ik voor luchtkwaliteit, heb ik het model en uiteraard de instructie gegeven om met alle factoren en parameterwaarden aan de slag te gaan om dat groen op die plek te zetten waar het veel baten oplevert, lagere concentratie luchtvervuiling en vooral niet die concentratie luchtvervuiling verhoogt. Helaas is het model op dit moment alleen in staat om de locatie van het groen aan te passen en niet de ruimtelijke samenstelling. Ook was er, en dat is misschien nog wel belangrijker, een beperking waarbij ik in het geoptimaliseerd groen scenario heb gezegd, verplaats alleen het huidige groen. Dus zet daar niet groen bij dat niet eerder ergens geplant is. Oké, dus dat betekent dat de green parking lots en squares eigenlijk meer groen hebben dan het optimized? Dat zou inderdaad goed kunnen. Ja. Op het moment dat dus in het groene, op geoptimaliseerd groen scenario dat onbeperkt groen geëxporteerd mag worden, als het ware, maar bijgeplant mag worden, dan zou het model waarschijnlijk veel meer hageplanten en zogenaamde vegetatiebarrières met bomen om die plekken van voetgangers af te schermen waar veel emissie van fijnstof en stikstof komt van de weg. Oké. Okay. Misschien dan nog even een laatste verduidelijkende vraag. Het is dus niet zo dat de optimized green space locations bijvoorbeeld geen effect hebben op air pollution omdat dat één keer geoptimaliseerd is en bijvoorbeeld de unattractive reviews en de heat stress dat daar meer te halen viel. Ik had eigenlijk verwacht dat het antwoord zou zijn namelijk. Dan moet ik daar even over nadenken. Ik heb namelijk het model twee keer gerund en één keer met een ranking inderdaad. En één keer op een andere manier.
En ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet weet of ik hier de ranking heb toegepast of niet. Mocht ik de ranking hebben toegepast, dan zou het goed kunnen dat u gelijk heeft. Oké. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor Jansen, hoogleraar Public Health aan deze universiteit. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus, het is al meermaals gezegd, maar ik wil het nogmaals herhalen. U hebt monnikenwerk verricht. Echt die appendages van A tot en met P ongelooflijk in detail uitgewerkt. Dus mijn complimenten. Ik wil mijn complimenten ook graag delen met het promotieteam. Het is een prachtig proefschrift geworden. U bent ook een beetje de karttrekker, voorloper in de public health. Want daar doen we relatief nog maar weinig, of relatief weinig onderzoek naar echte gezondheidseffecten van de leefomgeving. Dus ik ben heel blij dat u dit model hebt ontwikkeld. Zelfs ook samen met de GGD-praktijk, waar ik deels ook aan verbonden ben. Dus dat vind ik heel mooi. Mijn complimenten. Maar ik heb ook een vraag. En laat ik even beginnen met een uitlegvraag. U zou mij helpen als u uitlegt wat ik kan lezen in tabel 3.2 op pagina 74. En of mijn conclusie uit die tabel juist is, dat er namelijk in die hotspot-analyse die uitgevoerd is, maar 2 health benefits zijn van urban green space. En wat die getalletjes zeggen, wat die waarden zeggen. Want die waarden die lopen uiteen van 0 tot 100, maar misschien even een korte toelichting. Korte toelichting. Oké, ik zal het kort proberen te houden. Ten eerste natuurlijk hartelijk dank voor uw complimenten en voor uw vraag. Ik zal het heel kort doen dan. In de hotspots waar deze getallen voor zijn, de hotspots in de stad, gaat het heel vaak om plekken die al bijvoorbeeld heet zijn of qua luchtkwaliteit hoge luchtvervuiling hebben. En dat zijn meestal ook de plekken waarop weinig groen is. En daardoor zijn die getallen dan in die hotspots juist heel laag. En komt het mogen de potentie van groen komt in de hotspot-analyse niet goed aan bod? Oké, helder, duidelijk. Heb ik ook weer wat geleerd. Tweede punt. U hebt het EcoMatch-model ontwikkeld. En vooral, u adviseert om het vooral te gebruiken als quick scan door stedenbouwkundigen. Is het nou zo dat als die stedenbouwkundige dit model gebruikt, maakt het dan wat uit of het een buurt is of een straat met bewoners uit het hoogste inkomenssegment, dan wel straten waar bewoners uit het laagste inkomenssegment wonen? Wat doet de waarde van dit model? Dat is een mooie vraag en ik besef mij terdege dat als het model verder ontwikkeld moet worden, dat ik mij denk ik vooral zou moeten toepassen of toespitsen volgens deze commissie op de verschillende pluimagesbewoners. Dat ligt aan de baat of last wat het effect van het inkomen en opleidingsniveau, maar vooral inderdaad het inkomen en wat voor huis je woont bijvoorbeeld, wat de invloed daarvan is op in hoeverre je dus het gezondheidseffect krijgt of het gezondheidseffect verminderd wordt met groen. Ik zal 1 specifiek voorbeeld geven. Bijvoorbeeld betreffende hittestress zou het maar zo kunnen dat je een beter geventileerde en ook een beter geïsoleerde woning hebt als je rijker bent. Op dat moment spelen de hittestressuitkomsten eigenlijk voor je als rijke bewoner minder een rol, omdat je niet op straat bij een boom je verkoeling hoeft te zoeken, maar weet dat als je naar huis gaat dat je dan ook een koele plek hebt. Dat is een voorbeeld. Ja, dus absoluut is dat van invloed op de blootstelling van bewoners. Ja, nee, dat is een heel goed voorbeeld. Want ik dacht ook al, in die rijkere buurten is misschien ook veel meer airconditioning. En is de hittestress niet meteen het grootste probleem. Nee. En hoe ziet het dan, als ik nou naar bijvoorbeeld Witte Vrouwenveld zou kijken. Hoe ziet het er dan uit? Als ik bijvoorbeeld kijk naar de groene gebieden, ook in relatie tot, laten we zeggen, hittestress. Voor de context, Witte Vrouwenveld is een van de kwetsbare buurten van Maastricht. In Witte Vrouwenveld is een van de buurten met het laagste groen in de buurt zelf. Er zit een park boven de Geuzelt en dat is een heel groen park.
Maar daarvoor moeten sommige inwoners van Witte Vrouwenveld wel 2 kilometer lopen of fietsen. Corrigeer me vooral als dit niet uw vraag was. Maar als we kijken naar hoe het groen van Witte Vrouwenveld er voor de bewoners uitziet, dan is er langs de groene loper bij sommigen bekend ontzettend veel verbeterd. En zorgt dat echt voor een flinke dosis extra verkoeling bijvoorbeeld. En een andere ander aantal baten is daar ook toegenomen. Maar er is nog de oostkant van Witte Vrouwenveld, waar mensen niet voor hun, eigenlijk voor een gezond dagje uit, naar de groene loper gaan. Oké, ja, helder. Mag ik nog 1 korte vraag stellen? Kijk even naar de prorector. Ja. Dit Ecomatch model, het is natuurlijk een fantastisch model, een modelleringsstudie die ook in detail is uitgewerkt, maar kunnen de medisch milieukundigen van de GGD hiermee werken? En wat zou daarvoor nodig zijn? Daar kan ik ook denk ik kort over zijn. Namelijk, ik heb mijn aandacht bij het ontwikkelen van dit model nog niet gericht op het maken van een zogenaamde gebruikersinterface. Dus op dit moment is nog de rol van de onderzoeker nodig om het model uit te voeren. Daarbij kan al wel een gemeente aangeven dat ze voor een bepaalde buurt of de hele gemeente zo'n modelanalyse willen doen. En dan moet de onderzoeker op dit moment nog die factoren waar ik het ook met Jetsen over had, de parameterwaarde doorgeven aan de onderzoeker. Want als u inschat, hoeveel training zou hiervoor nodig zijn voordat een GGD-professional dit kan? Qua training zou dat niet meer dan een paar uur zijn. Oké, nou, dat biedt perspectief. Gelet op de tijd en we nog een opponent hebben, geef ik het woord terug aan de prorector. Oké, dank u wel. Ik zou dan graag het woord willen geven aan dokter Beumer van het Global Health Institute van de faculteit Medicine and Life Sciences, Health Medicine and Life Sciences aan deze universiteit. Dank u wel, meneer prorector. Bram, ten eerste van hartelijk gefeliciteerd met dit fantastische proefschrift. Ik sluit me aan bij alle complimenten die al gemaakt zijn. Ik zou graag ook de paranimfe vragen om stelling 8 eventjes voor te lezen. Even kijken, de microfoon staat goed. Het communiceren van modelresultaten over ruimtelijke plannen aan eindgebruikers zou altijd in de vorm van een dialoog moeten gaan, waarbij die eindgebruikers ook de mogelijkheid moeten hebben om focus aan te brengen en om verbeteringen voor te stellen. Dankjewel. Door alle vragen heen blijkt inderdaad dat participatie en dialoog heel belangrijk zijn en fundamenteel ook om echt inzicht te krijgen in de lasten en de baten van groen voor de gezondheid. Nou is natuurlijk de hele tijd het verhaal geweest dat groen en biodiversiteit underpinning zijn, zeg maar fundamenteel zijn voor menselijke gezondheid. En jij legt heel veel focus op die disservices, de lasten ook die groen kan hebben voor gezondheid. Ik zou graag een voorbeeld willen geven van een situatie die zou kunnen ontstaan in de communicatie die zou kunnen ontstaan naar aanleiding van analyseresultaten van het model. In een bepaalde buurt, in Maastricht of noem maar een andere stad, zijn opvallend veel tuinen waar mensen teken oplopen in hun eigen tuin. Is dat natuurlijk een van de dingen die je ook fundamenteel hier neerzet. Tick bites als een ecosystem disservice. We hebben bijvoorbeeld dit jaar de mei een niet-maand gehad, waarbij mensen werden opgeroepen hun gazons niet te maaien voor de biodiversiteit, om dat te verhogen. Wellicht, maar dat weet ik niet zeker, heeft dat ook tot meer teken geleid in tuinen. Je hoort daar steeds meer over dat in ieder geval in tuinen ook oprukt in Nederland. Stel je voor dat die mensen denken, oh, dit is wel echt een fundamenteel probleem in mijn tuin aan het worden. En deze hele buurt, laten we ons samenpakken om die tuinen dan maar te gaan betegelen, want dan hebben we geen last meer van teken. Hoe zou je omgaan met zo'n
simplificatie van jouw model, wat ja, denk ik best wel een risico is, ook omdat de gezondheidseffecten, de negatieve gezondheidseffecten vaak acuter en beter voelbaar zijn dan de positieve gezondheidseffecten van ja, iets heel subtiels als biodiversiteit. Zeer geleerde opponent, dank u wel voor uw mooie vraag. Ik ben blij met deze zeer praktische vraag ook. Ik heb zelf de buurt Ambi voor mij. Ik weet niet of ik dat goed heb gegokt, maar dat is een van de buurten die wat, ook wat dichter bij het bos is. En wellicht ook makkelijker via bepaalde gastheerdieren last kan hebben van teken in de achter- en voortuinen. Mm-hmm. Ik kan u geruststellen, als het model wederom in een participatieve aanpak gebruikt wordt, zal eigenlijk het omgekeerde bereikt worden en zullen veel mensen, ook overeenkomstig met mijn conclusie, zullen veel bewoners wel, waarschijnlijk wel tot de conclusie komen dat het op heel veel plekken nog wel meevalt met teken. Dan is het magische woord is iteratief. Oftewel, in normale bewoordingen, laat je bewoners in ieder geval 2-3 keer terugkomen als er niet de tijd is vanuit de gemeente bijvoorbeeld om continu in gesprek te zijn. In het voorbeeld wat ik geef, toegepast op een tekenrijke buurt, zullen buurtbewoners misschien een groen ontwerp maken. Dat wordt ingevoerd in het model. De onderzoeker laat de modelresultaten terugzien aan de bewoners. En zij zien dat hun groen model, groen ontwerp voor een park, eigenlijk geen invloed heeft op tekenbeetrisico. Ze kunnen dan het model aanpassen in een tweede ronde en misschien leren zij op die manier dat ze nog best wel wild kunnen zijn met het aanplanten van kruiden en struiken, zolang aan andere voorwaarden om tekenbeten een risico te laten vormen, maar niet voldoen. En dan hebben we het over zaken als schaduw boven die struiken en kruiden en dan hebben we het over bijvoorbeeld zaken als zijn er gastheren aanwezig en lopen er plekken, zijn er plekken zoals voetpaden of in tuinen, de plekken waar mensen lopen, zijn die dichtbij die struiken en die kruiden. Om een lang verhaal kort te maken, ik denk dat het model juist toegepast in zo'n vorm van een participatieve sessie juist kan bijdragen aan het bewustzijn dat heel veel lasten niet voorkomen of juist te verminderen zijn op het moment dat je de samenstelling, de locatie en het soort groen op de juiste plek zet. Oké, dankjewel voor dit antwoord. Dat stemt mij gedeeltelijk gerust. Een aanvullende vraag daarbij is, ik denk wel dat je onderscheid moet maken tussen publiek groen in de gemeente en privé tuinen. En daar zit nogal een dilemma, denk ik. Zeker als je kijkt naar tuinen, daar hebben mensen best wel eigenlijk alles zelf voor het zeggen. Hè? En misschien willen ze daarover ook minder in dialoog gaan dan over het publieke groen. Als het gaat over het oplopen van ze zijn in hun tuin geweest, hebben een teek gehad, worden panisch en denken oké, ik moet hier iets aan doen. Wat de gemeente ook zegt, ik ga toch die tuin betegelen. Denk je dat je die spanningen, zeg maar, die bestaan, zeg maar, in zo'n privétuin, ook met dit model op te lossen zijn? Hè? Want ja, het is toch iets wat mensen zelf beslissen en vaak minder in dialoog doen met de gemeente of met onderzoekers dan het publieke groen en de aanpak daarvan. Dit is voor het model op dit moment eigenlijk 2 stappen te ver. Mm-hmm. Zowel betreffende dat het model gemaakt is voor straten, publieke straten, als het feit dat echt bewoners weer betrokken moeten worden. Maar ik ga graag met u de samenwerking aan. Dankjewel. Dan is nu de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. In the meantime, let's take a closer look at Maastricht University's renowned teaching method, problem-based learning. Once the prorector reconvenes the session, we'll tune in and continue the live stream. Problem-based learning, or PBL. What does that mean exactly? Three of my fellow students and I will show you around. Every week, we analyze a different case or issue together. We discuss the case, and everyone can contribute different perspectives to the group discussion. If we get stuck, our tutor helps us out and suggests what we could do next. I prefer going to the library to prepare. Here, I can focus, and I have quick access to books or journals that help me understand the case. Today, I can also train my stitching skills in the Skills Lab, where you can immediately put into practice what you've learned. After a day like this, I like going to the gym to clear my head and get ready for the next day. At UM, you meet people from all around the world. Hello, guys. Some of them are doing their change semester here, and they often say that PBL helps them learn and retain things very easily. I can understand why. It's a very active way of learning because you have to bring your own perspective to real-life cases. You have a lot of freedom to manage your time, your studies, your hobbies, and your work. Of course, that also means a lot of responsibility. Right now, for example, I'm arranging my exchange semester in Madrid. How cool is that? In this group session, we're the managers who have to allocate the resources of a real company. This is how we put into practice what we learned this morning. Studying here means being proactive and learning to plan well. Prioritizing and performing well under stress are great skills that help you develop as a person. But now, it's time to grab a coffee at the Student Service Center. Right now, we're at the Brightlands Chemlot campus. Here we can apply knowledge from lectures and tutorials in a practical setting. This helps us understand what we have learned and further develop our lab skills. Today, we're determining the amounts of cholesterol in various products. What I really like is the project periods at the end of each semester, where we complete a full research project that includes planning, collecting data, analyzing, and presenting the findings. That way we learn how research works and we're able to see what it's like to be a real scientist. After practicals, I have to write a lab report that also helps me process everything I have learned today. UM has a lot of learning spaces where you can work on your own or with other students. This evening, I'm meeting my friends for a movie night organized by the MSP Study Association. If you study law, you have to read quite a lot. Not all information is relevant, so you learn how to easily find the information you need to solve your case. In the afternoon, I have to give a presentation, so I like to practice it with a fellow student. Later today, a lawyer is giving a lecture. This will help us better understand the case we're working on. Speaking in front of a group is quite exciting the first time round, but you get used to it quickly. And having to present helps you also to adopt knowledge better. What I like the most is that we sometimes get to enter a plea in front of a real judge. These moot courts are really exciting. Now it's time for drinks with friends. Studying is important, but so is relaxing once in a while.
Beste Bram, de gelegenheid voor het verdedigen... Nee, dat hebben we al gehad. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift. En de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Martens is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. En het woord is nu aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van de wetenschappelijke integriteit te werk zal gaan? Eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Dan krachtens de bevoegdheid om door de wet toegekend volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Bram Oosterbroek, tot dokter te bevorderen en aan alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Het supervisory team bestond ook uit professor De Kraker en dokter Huinen. En professor De Kraker zal nu de laudatio uitspreken. Dank u wel. Geachte dokter Oosterbroek, beste Bram. Wees niet bang om langzaam vooruit te gaan. Wees slechts bang om stil te staan. Deze vermeende Chinese wijsheid vond ik terug in een mail van jou, gedateerd op 27 oktober 2020. Na 9 jaar promotieonderzoek zal het iedereen duidelijk zijn, jij bent allesbehalve bang om langzaam te gaan. Of je wel bang bent om stil te staan, weet ik niet zeker. Als promotoren waren we het in de afgelopen 9 jaar af en toe beslist wel. Ik was het bijvoorbeeld tijdens die 3 lange jaren die verstreken tussen de eerste versie van hoofdstuk 3, waarin het model wordt beschreven, en die we in juli 2017 bespraken, en de tweede, nog incomplete versie die je ons in maart 2020 toestuurde. Toegegeven, ik had wel heel veel vragen en opmerkingen bij die eerste versie, en bovendien was je in die periode ook nog eens druk met een aantal nieuwe projecten zoals Ruimtegids en Glocal. En met opdrachten voor de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar 3 jaar? Had je mijn kritische commentaar niet veel te zwaar opgevat? Was je niet vastgelopen in een poging om een perfect model te ontwikkelen? Maar elke ongeruste suggestie in die richting wees je steeds resoluut van de hand. Nee, je zat niet vast. Nee, het commentaar was juist heel bruikbaar geweest om het over een andere boeg te gooien. En nee, die nieuwe benadering was geen heilloze weg. Het was alleen een hoop werk. En het implementeren kostte gewoon een hoop tijd, omdat modelleren nu eenmaal gepaard gaat met voortdurend vastlopende computers door kleine programmeerfoutjes die in een ellenlange broncode nu eenmaal niet te vermijden zijn. Het begon allemaal met de tool review die je als startpunt voor je onderzoek uitvoerde. Om niet het wiel opnieuw te gaan uitvinden, ging je naar welke modellen en aanverwante gereedschappen er al beschikbaar waren om de effecten van natuur op de menselijke gezondheid te bepalen. Je pakte dit bijzonder grondig aan. Je vroeg de modellen op en probeerde ze uit. Je las de handleidingen en correspondeerde met de modelleur zelf. De voornaamste conclusie was dat er nog geen model was dat zowel meerdere positieve als meerdere negatieve effecten van natuur kon bepalen op een ruimtelijke en kwantitatieve manier. Praktische vragen
van planners over de positieve en negatieve gezondheidseffecten van bijvoorbeeld een nieuw stadsbos, konden dus met de beschikbare modellen niet beantwoord worden. En ook niet waar zo'n bos het beste kon komen of hoe groot het zou moeten zijn voor een bepaald gezondheidseffect. Een model dat dit soort vragen wel kan beantwoorden of in samenspel met bewoners zou kunnen beantwoorden, werd de inzet van jouw promotieonderzoek. Een ander inzicht dat de eerste review jou opleverde was van heel andere aard, maar zou minstens zo bepalend worden. Dan heb ik het over jouw ontdekking dat het overgrote deel van de gepubliceerde modellen niet toegankelijk waren, niet werkten, niet deden wat ze beloofden, maar half af waren, vol met fouten zaten en in de meeste gevallen überhaupt ongeschikt waren om op zinvolle wijze vragen uit de praktijk te beantwoorden. Ik heb je toen uitgelegd hoe dat zo komt. De meeste modelontwikkeling wordt uitgevoerd door promovendi en postdocs. Die hebben daar maar enkele jaren tijd voor en gaan daarna weer op een andere plek aan andere dingen werken. Zo is het mezelf in de tijd ook vergaan. De volgende generatie promovendi en postdocs gaat niet verder met de ontwikkeling van dat model, omdat verdere ontwikkeling van een bestaand model als onvoldoende innovatief en creatief gezien wordt en je er bovendien heel moeilijk onderzoeksgeld voor kunt krijgen. Met als gevolg dat de wetenschappelijke literatuur bezaaid is met veelbelovende, voorlopige versies van modellen die nooit doorontwikkeld zijn en door niemand worden gebruikt. Het werd jouw missie om het anders te doen. Maar voor een promovendus met een aanstelling van 4 jaar, waar op dat moment ook al 2 jaar van waren verstreken, was dat natuurlijk een mission impossible. Het lukte ons echter om het managementteam ervan te overtuigen dat een goed model wel een paar jaar uitloop waard is. En dat het ook vast zou lukken om die uitloop financieel te dekken met jouw inzet in onderwijs en andere onderzoeksprojecten. Dat is inderdaad gelukt. Maar die inzet ging natuurlijk wel ten koste van de tijd die je aan de modelontwikkeling kon besteden. En bovendien werd ook duidelijk waarom het soort model dat we ambieerden er nog lang niet was. Het was gewoon een hele lastige, ingewikkelde en tijdrovende klus om zo'n model te maken. En tenslotte kon je pas aan het toepassingsdeel van je onderzoek beginnen als het model helemaal klaar was. Gelukkig hadden we in 2015-16 nog geen idee hoeveel tijd er uiteindelijk nodig zou zijn om te bereiken wat je van plan was. Hadden we dat geweten, dan waren we er natuurlijk nooit aan begonnen en was dit model er nooit gekomen. Dat het er nu toch is, is grotendeels te danken aan jouw vermogen om met grote overtuigingskracht een totaal onrealistische inschatting te maken van de hoeveelheid tijd die het kost om een bepaalde modelleerklus te klaren. Zo nauwkeurig als je altijd tot 2 decimalen achter de komma kunt aangeven hoeveel tijd jouw verschillende werkzaamheden je hebben gekost, zo totaal onnauwkeurig zijn je voorspellingen over de tijd die nog uit te voeren klussen je gaan kosten. Zoals gezegd, het is dankzij dit vermogen en uiteraard ook de inschikkelijkheid waarmee de promotoren en het managementteam het voortdurend overschrijden van deadlines accepteerden, dat hier een proefschrift van grote klasse ligt en dat er een model ontwikkeld is dat een grote en unieke bijdrage levert aan ons inzicht hoe stadsgroen het meest effectief en efficiënt kan worden ingezet om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Een onderwerp trouwens dat in de afgelopen jaren steeds sterker in de belangstelling is komen te staan. De genoemde inschikkelijkheid van het managementteam had trouwens zeker niet alleen te maken met de wens om tot een goed proefschrift en een afgerond model te komen. Je hebt in de afgelopen 9 jaar op veel vlakken bijgedragen aan ons instituut. Aan het onderwijs in diverse vakken, aan het opbouwen van een breed netwerk van samenwerkingspartners, aan het schrijven van projectaanvragen en aan het uitvoeren van meerdere onderzoeksprojecten. Je hebt je ontwikkeld tot een actieve netwerker en een bekwame transdisciplinaire wetenschapper die graag met allerlei belanghebbenden samenwerkt in onderzoek. Ten slotte,
Niet veel promovendi zullen zo'n diverse reeks van bijdragen hebben geleverd, van een unieke meetfiets tot een publicatie in de zeer prestigieuze Proceedings of the American Academy of Sciences. Kortom, in plaats van jou te kapittelen voor die 9 jaar en die talloze, veel te lange mails die je ons in die jaren stuurde, moeten we onszelf gelukkig prijzen met een zeer bekwame modelleur die bereid was om 9 jaar van zijn leven te investeren in een uniek model met grote toepassingsmogelijkheden. Ik hoop dat je nog vele jaren bij ons instituut blijft om ook die toepassingen vorm te geven. Beste Bram, bedankt voor dit alles en van harte gefeliciteerd met het behalen van je dokterstitel. Ook je partner Mara en je ouders, felicitaties met het behalen van het einde van het promotietraject. Ik denk dat jullie daar ongetwijfeld erg blij mee zijn en ook erg trots op hoe Bram dit heeft gedaan. Ik geef het woord nu terug aan de prorector. Ja, ik kan dit ook beamen. Het komt niet vaak voor dat je als voorzitter van zo'n ceremonie van de promovendus een e-mail krijgt. Laat staan enkele e-mails. Dit is inderdaad herkenbaar. Dr. Oosterbroek, gefeliciteerd met het behalen van het doctoraat. Ook namens de rector van de Universiteit Maastricht en de board van de School of Business and Economics. Ik wil ook danken hier de deelnemers aan de promotiecommissie. Met name ook degenen die van ver komen. Nou moet ik zeggen, OU is niet heel ver, maar van buiten komen. Dat is professor Stoorvogel en professor Verburg. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier in Maastricht. Nu is het tijd om de zitting af te sluiten, de academische zitting af te sluiten. Voordat wil ik nog even zeggen dat we, als u ons de gelegenheid geeft om naar de trap te gaan voor een fotomoment, dan zullen we later aansluiten bij de binnenplaats. Dank u wel voor uw aanwezigheid en hierbij sluit ik deze academische sessie. Maastricht University would like to extend warm congratulations to the PhD candidate and their supervisors on a successful PhD defense. Thank you for joining us. Thank you for watching.